Kijkers, welkom bij Angry Goldfish. Hij moest zeggen beste luisteraars, want ja, je ziet me niet. Mas wat. Ik ga het vandaag even hebben over de reden waarom dat ik zo weinig upload de laatste tijd. En dat is eigenlijk omdat ik heel veel interesse ben verloren, maar dat ik niks afmaak. Dus dat ik eigenlijk mijn eigen schema had opgelegd. Waardoor dat ik zo gebrand was om iedere keer die een dag dat te maken. En dat lukte mij dan niet. Dus ik ben er dan eigenlijk interesse in de upload ben ik niet verloren. Maar interesse in content. Ik ben mijn creativiteit kwijt, om zo te zeggen. Want ik vind niet echt een game voor echt een serie van te maken. Nu komt dat, waarschijnlijk kan er nog wel komen, dat ik mijn creativiteit terugvind. Maar ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het ding is, dat ik laat ook mijn andere kopsel zit, laten we ons daarbij houden. Dus dat mijn hoofd niet echt staat bij gaming en toestanden. Allee, wel bij gaming, maar dat ik niks, geen content creëer. Voor mijn kanaal nu. Ik babbel daar niet graag over, maar ik moet uitleg geven aan de mensen waarom dat ik het niet doe. Dus voilà. Ik heb 19 volgers, ik zou die graag houden. Nu, er is één spelletje waar dat ik onlangs mee ben begonnen, waar ik nu al 21 uur van heb gespeeld. Dat is Divinity Original Sin 2. Dat is een heel leuk spel. Nu, ik dacht daar content van te doen, maar het is aards ingewikkeld voor daar content van te doen, omdat de questlines zijn heel langdradig. Je hebt heel veel verschillende quests. Je hebt heel veel verschillende keren dat je eigenlijk failt in je quest, dat je doet het goed. Nu, dat hoort erbij. Maar ik zeg het, ik heb 21 uur met dat spelletje bezig geweest, waarvan dat 8 uur zoeken was en proberen en opnieuw beginnen en een manneke te maken op dit en dat. Nu, om terug te komen op het feit van dat ik weinig upload, is dat ik begin dan niet en ik maak het niet af. Ja, komt dat? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Ik denk dat ik altijd al zoiets geweest ben. Nu, deze is eigenlijk het langste dat ik het er vol ga, want ik had eigenlijk in het begin dat mijn YouTube kanaal bestond, ik had misschien 3 of 4 volgers. Waarvan ik nu 19 volgers heb. Wat ik wel heel leuk vind. Dus thanks allemaal. Dan nog even over de recente gebeurtenissen. Ja, recenter niet. Voor mij. Ik ben gewoon even mijn mojo kwijt, om zo te zeggen. Ik weet niet goed meer wat ik moet uploaden. Of wat ik moet hebben. Nu. Ja, verder. Wat ga ik verder nog zeggen? Dat was het eigenlijk. Zo ben ik erover met een uitleg. Komt er nog content? Dat weet ik niet. Waarschijnlijk wel, maar dat gaat niet meer op vaste basis zijn. Dat gaat niet meer op een vast schema zijn. Dat gaat bijvoorbeeld zijn dat ik zeg van, ik ga nu een keer een video maken van, zeg nu zomaar iets, Verander, dan komt dat erop. Of ik nu een keer een video maken van Kingdoms of Amalur, dit of dat. Nu, gaan er spelletjes zijn? Nu, de bedoeling was eigenlijk van een nieuw spelletje te kopen, dus nieuw, oud wordt. Maar ik zeg het, wegens mijn kopzorgen zit het er allemaal niet in, voor het moment. Dus hangt er van, ik ga het daarop houden, kopzorgen. Nu, wie weet, komt er binnenkort een video van Outworld op mijn kanaal. Dat kan, dat weet ik zelf ook nog niet. Ik ben hier aan het teuratelen. Nu, ik zeg het, ik wil er een uitleg geven, zo goed als ik kan. Daarbij wil ik ook nog eens zeggen dat je zeker eens moet gaan kijken naar de 3 volgende kanalen
Dus om te beginnen, Hazard.be, met Hazard met een D, BE. Is nu voornamelijk bezig met Divinity Original Sin video's. De 1. Ik heb een 2 gekocht. Doe graag moeilijk. Dan is er nog Major Seasalt. Waar, ja, die post ook regelmatig video's. Die is ook bezig met zijn gaming dan. Daar maak ik hem ook om de zoveel video's van. Dus zeker zeker alles checken. Er zijn ook gameplay uit, maar hij is ook bezig met zijn gaming dan te maken. Dan hebben we nog iemand, want die wenst anoniem te blijven. Dat is Punisher Games. Of ja, heb ik het juist? Punisher Games, ja. Zijn identiteit hou ik geheim. Maar dat is een Engelstalig kanaal. Dus die voornamelijk gefocust is op shooters. Dan ja, voor het moment. Dus ja, je vraagt dan van ja, wat ga jij dan? Je vraagt dan af van wat gaat jij dan doen? Wat gaat je dan doen in de komende maanden, weken, jaren? Dat hangt van dag om dag af. Het kan zijn dat ik subiet iets upload. Het kan zijn dat ik volgende dag deze weekend iets upload. Het kan zijn dat ik deze maand niks meer upload. Het kan zijn dat ik. Enfin, er is een grote. Het kan zijn. Dus er is niks zeker. Dat ik nog. Allee, uploaden ga ik nog sowieso doen. Filmpjes zoals deze. Ook eventueel. Ik zeg het, ik ga mijn eigen geest geen mannen meer opleggen. Want daar is bij mij uiteindelijk zwaar de mist in gegaan. Bij mijn schema, bij het schema op te stellen. Want ik wou zo graag dat ik dat iedere weekend kon doen, maar ik heb niet iedere weekend tijd. Alleen ik heb wel tijd, maar ik kan eerlijk zijn, ik heb niet iedere weekend. Ik heb ook een gezin. Dus ja. Ik hoop dat jij mijn uitleg geapprecieerd hebt. Ik hoop dat jij deze video iets vond. Geen video, het is meer spraak, maar wat. Ik hoop een like te krijgen. Ik hoop ja, likes, volgers, maakt niet uit. Rinkelt dat belletje. Rinkelt, oh, als ik ga met mijn woorden. Rinkelt dat belletje aan voor meer. Als je wilt op de hoogte blijven van mijn video's. Pardon. Ja, ik zeg heel veel ja, daarom dat ik ook geen commentaar geef bij mijn video's. Als ik iets maak. Dan, zie je het? Wat ik nu nog te zeggen, merci voor te kijken. Like, subscribe en enjoy de video's die ik nog ga posten in de toekomst. En voor de rest zou ik zeggen, see you later. Peace. Ja, nog een klein stukje bijbabbelen. Ja, bijbabbelen. Dus ik zei wel peace, maar mijn video is nog niet volledig gedaan. Als er dingen zijn waarover dat jij wilt dat ik het heb, mocht je dat altijd achterlaten in de comments. Ik ga ook reviews geven over games, wat blijkbaar heel aantrekkelijk is. Een keer 23 weergave op mijn Anthem review. Een review, dat was mijn rant. Nu, deze was wel degelijk het einde van deze video. Ik heb eerst erbij moeten plakken. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, van de video. Van het goudvisje op het beeld. Ja, Angry Goldfish, hè. Dan. Maar ze kunnen alleen nog moeten zeggen, like, subscribe en enjoy. Peace.